En de problemen beginnen op jonge leeftijd. Scholen in moeilijke wijken hebben het meeste last van het lerarentekort. Veel leerlingen hebben taalachterstanden, zitten in grote klassen of hebben last van concentratieverlies door problemen thuis. En er zijn nog veel te veel kinderen die zulke pijn voelen. En ik heb ze het afgelopen jaar weer overal ontmoet. Hier in Den Haag bij het Prinsjesdagontbijt, waar een jongetje van 8 me vertelde dat hij iedere dag moet kiezen tussen ontbijt of lunch. Of in Amsterdam, waar een meisje van 15 thuis geen internet heeft en dus geen lessen kan volgen in coronatijd. En leraren die lesgeven in zulke klassen zijn met zoveel meer bezig dan lesgeven alleen. En zelfs dat is niet genoeg. Want de ongelijkheid gaat door na de schoolbel. Wie geen toegang heeft tot boeken, musea of sport, krijgt minder kansen op ontwikkeling.